Hey allemaal en welkom op mijn kanaal. En beter gezegd, welkom op mijn playlist in het Nederlands. Ik merkte eigenlijk dat er best wel veel mensen waren die toch liever filmpjes zagen in het Nederlands. En dat is waarom dat ik heb gekozen om toch video's te gaan beginnen, ook in het Nederlands. Uiteraard blijf ik dat ook in het Engels doen voor mijn Engelse volgers op Instagram en YouTube. Maar ik wil ook graag de Nederlandse mensen een kans bieden om meer te leren over planten in hun eigen taal. En vandaag ga ik het met jullie over iets hebben wat eigenlijk de basis is van planten hebben. En daarom noem ik dit de masterclass. Vandaag wil ik het eigenlijk met jullie hebben over grondsoorten. Want iedereen weet, planten groeien in potgrond. Maar is dat nou wel eigenlijk zo? Om daar antwoord op te kunnen geven, wil ik jullie eerst een klein lesje biologie geven. En namelijk over fotosynthese. Want wat is fotosynthese eigenlijk? Planten nemen water op via de wortels. En ze nemen via de bladeren, nemen ze koolstofdioxide uit de lucht. Deze komen als het ware samen in de plant. Maar er is dan nog geen energie in die plant om daadwerkelijk een proces te starten. Daarom heeft een plant ook licht nodig. Dit licht zorgt ervoor dat zowel de koolstofdioxide als het water samenkomen. Hier vindt een proces plaats en er ontstaan twee nieuwe stofjes. Namelijk glucose, ook wel suiker genoemd. Heel veel dieren vinden dit bijvoorbeeld heel lekker. En wij hebben er ook producten van in huis, zoals bijvoorbeeld de jam voor op brood. Daarnaast vindt er ook iets anders plaats, namelijk zuurstof. Een deel van die zuurstof neemt de plant zelf op, want planten hebben ook zuurstof nodig om te kunnen overleven. Maar een ander gedeelte wordt ook weer door de plant uitgegeven. Dit is dus ook de reden waarom ik zo'n enorme fan ben van planten. Want als er geen planten zouden zijn, zou de aarde niet worden voorzien van nieuwe zuurstof en zouden wij uiteindelijk het loodje leggen. Kort gezegd heeft een plant dus eigenlijk vier dingen nodig. Dat is zuurstof, koolstofdioxide, water en voedingsstoffen. Om antwoord te geven op de vraag waarom hebben planten grond nodig, is het antwoord eigenlijk dat hebben ze helemaal niet. Er zijn dan ook genoeg planten te vinden in de natuur die bijvoorbeeld helemaal niet in de grond leven, maar die bijvoorbeeld groeien op bomen. Het kan daarbij zijn dat ze in een later stadium met hun luchtwortels wel de bodem of de grond aanraken om daar voedingsstoffen uit te trekken, maar in principe zijn er ook planten die alleen maar leven in de bomen. Daarnaast bestaat er ook nog zoiets als hydroponie of hydroponics in het Engels. En dat is iets waar ik zelf enorme fan van ben. In dit geval kweek je planten niet in grond, maar kweek je planten alleen op water. Nou, daar komt een hele hoop bij kijken en het lijkt me leuk om daar ook ooit een video over te maken. Maar voor vandaag wil ik het alleen hebben over de potgrond of de grondsoorten die er zijn. Want waarom gebruiken wij nou eigenlijk potgrond? Er zijn eigenlijk vier redenen voor. De eerste is, potgrond bevat zuurstof, wat een plant dus nodig heeft om goed te kunnen groeien. Daarnaast zorgt de potgrond ervoor dat de wortels zich kunnen nestelen in de grond, waardoor er een soort van structuur ontstaat voor de plant. De plant is daardoor stevig in zijn pot en het zorgt ervoor dat de plant dus niet omvervalt. Super handig natuurlijk als je wilt genieten van je mooie planten. Ten derde zit er ook water in de potgrond. Potgrond houdt namelijk water vast. En zoals ik net heb uitgelegd in het kleine korte biologielesje, is water ook belangrijk voor de plant. Het laatste deel wat belangrijk is voor planten zit ook in potgrond. Dat is namelijk de voedingsstoffen. Vaak zitten er in potgrond toegevoegde voeding, waardoor planten voor bijvoorbeeld een periode van 6 maanden geen extra voeding nodig hebben. Dit is dus ook een voordeel van het groeien van planten in potgrond. Nu kan ik me goed voorstellen dat je soms in het tuincentrum komt en dat je daar binnenloopt, richting de grondafdeling gaat en dat je bij jezelf denkt van, wat moet ik kiezen? Er is tegenwoordig zoveel verschillende dingen op de markt of in het tuincentrum dat het soms lastig kan zijn om een goede keuze te maken. En daar hoop ik jou vandaag iets wijzer in te maken, zodat jij de volgende keer als je in een tuincentrum komt wat makkelijker kan beslissen van welke potgrond of welke grondsoorten heeft mijn plant nou nodig. Als je in het tuincentrum komt, zie je vaak dus verschillende soorten potgrond beschikbaar voor jouw planten. De meest voorkomende zijn eigenlijk 3 soorten, namelijk de universele potgrond, de cactusgrond en tot slot de orchideeën of de anthuriumgrond.
De eerste waar ik het over wil hebben is eigenlijk de universele potgrond. En zoals dit het ook al zegt, is dit eigenlijk een potgrondsoort die geschikt is voor heel veel soorten planten. Voor zowel groene als bloeiende planten. De universele potgrond bestaat uit wit veen, zwart veen, ook wel tuinturf genoemd, kalk en er zitten meststoffen in. Maar deze grond is uiteraard niet geschikt voor alle planten. Zo is er nog iets, namelijk cactusgrond, die namelijk geschikt is voor zowel cactussen als vetplanten. Aan deze grond is zand toegevoegd, waardoor het een luchtiger substraat wordt, wat bijvoorbeeld goed is voor dus cactussen of vetplanten. Daarnaast neemt het water goed op, maar zorgt ook voor dat er goede drainage plaatsvindt, waardoor het water makkelijk wordt afgevoerd. Hierdoor blijft de grond niet nat, want dat vinden cactussen of vetplanten over het algemeen niet heel fijn. De laatste grondsoort die je vaak in het tuincentrum tegenkomt is orchideeën of anthuriumgrond. Deze potgrond bestaat eigenlijk niet meer uit het zwartveen, maar daar is boomschors aan toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat het een heel luchtig substraat wordt, waardoor het water wel wordt vastgehouden door bijvoorbeeld de boomschors, maar waardoor het niet echt nat meer blijft. Dit is heel geschikt voor planten die van nature helemaal niet in de grond voorkomen, zoals bijvoorbeeld orchideeën of anthuriums. En daar dankt deze potgrond dan ook de naam aan. Deze potgrond bestaat dus voornamelijk uit boomschors, kalk en meststoffen. De afgelopen jaren zijn er zoveel verschillende soorten dingen bijgekomen, of eigenlijk grondstoffen die als vervanging kunnen zijn of die kunnen gebruikt worden om je bestaande potgrond een stuk te verbeteren. En daar wil ik het nu kort met jullie over hebben. Er is zoveel dat ik heb besloten om me eigenlijk te richten op 3 dingen. Dat is namelijk kokosgrond, compost en perliet, mijn persoonlijke favoriet. Kokosgrond. Kokosgrond is afkomstig van de bast van een kokosnoot. Het voordeel hiervan is, ten eerste, je krijgt geen vieze handjes, het is heel luchtig, het heeft een absorberende werking. Dit zijn allemaal voordelen van het hebben van kokosgrond. Kokosgrond is vaak te verkrijgen in van die grote blokken, waar je een x aantal liter water moet toevoegen en dan ontstaat er opeens een hele zak vol met grond. Deze grond kan als vervanging zijn voor het ouderwetse potgrond. Dus mocht je ooit zo'n blok zien liggen ergens, koop het en probeer het uit en zie het verschil met normale potgrond. Het tweede waar ik het over wil hebben is eigenlijk compost. Compost is heel simpel gezegd afval. Compost heeft een hele hoge voedingswaarde, waardoor je plant genoeg voeding krijgt. Een nadeel daarvan is wel dat het best wel zwaar is, waardoor het soms verstikkend kan zijn voor de wortels. Hieraan zou je bijvoorbeeld wat luchtigere delen kunnen toevoegen, waardoor je uiteindelijk toch een luchtiger substraat krijgt, terwijl je toch de compacte compost gebruikt. Een van die luchtige dingen is bijvoorbeeld perliet. Perliet is mijn persoonlijke favoriet. En ja, dat rijmt inderdaad. Perliet is heel luchtig en het is een soort van luchtig gesteente. Het voordeel hiervan is dat als je dit toevoegt aan bijvoorbeeld bestaande potgrond, zo'n kant-en-klare zak die je kan vinden bij het tuincentrum, dat je daarmee toch een beter substraat creëert dan als je alleen maar potgrond zou gebruiken. Omdat, zoals ik al heb uitgelegd, hebben wortels lucht en zuurstof nodig om de plant goed te kunnen laten groeien. En perliet zorgt ervoor dat het dus een luchtiger substraat wordt. Ik kan me super goed voorstellen dat het na deze video toch nog een beetje vaag is van wat moet ik nou precies doen. En dat is ook eigenlijk precies wat ik had op het moment dat ik iets leerde over potgrondsoorten of grondsoorten of bepaalde dingen die je kan toevoegen aan de grond. Wat ik jou zou kunnen aanraden, of wat ik jou graag aanraad, is ga naar het tuincentrum toe en koop gewoon eens een zak met bijvoorbeeld perlit. En daarnaast een zak met potgrond. En zie gewoon het verschil tussen potgrond en potgrond met perliet. Voel eens met je handen en zie dat het gewoon een stuk lichter is. Probeer daarnaast ook eens met een leuk experimentje. Je kan bijvoorbeeld kijken wat het verschil is met een plant die je groeit in potgrond en een plant die je groeit in potgrond met perliet. Het komt er dus eigenlijk op neer dat experimenteren de key is in dit verhaal. Er is zoveel meer te leren over potgrond en grondsoorten, maar ik wil deze video's ook niet te lang maken. Dus voor deze keer is mijn grote tip: probeer eens perliet te gebruiken in jouw bestaande potgrond en zie het verschil. Een andere aanrader waar ik zelf heel veel aan heb gehad is het gebruik van boomschors. Je kan bijvoorbeeld een beetje potgrond toevoegen, een handje met boomschors,
een handje per liter en zie gewoon het verschil. Er zijn bepaalde planten die dit echt zoveel beter vinden dan de potgrond. Voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld philodendrons, maar ook anthuriums vinden het super fijn om gewoon te groeien in zo'n substraat in plaats van alleen in potgrond. Dus probeer het eens uit en zie het verschil. Je moet wel goed opletten, want als je alleen maar potgrond gebruikt, dan is het zo dat de grond vaak wat vochtiger blijft dan als je bijvoorbeeld potgrond met perliet en boomschors gebruikt. Dus als je hiermee gaat experimenteren, wil ik je vooral ook aanraden om goed te letten op de watergift. Tot slot wil ik je super erg bedanken voor het kijken naar mijn kanaal. Wil je meer leren over planten in de toekomst in het Nederlands of in het Engels? Please subscribe to my channel. En dat is dan weer Engels. Maar abonneer je gewoon op mijn kanaal. En hopelijk kan ik jou wat meer leren over planten. En kunnen we er samen van zorgen dat ook jij een mooi leven krijgt vol met groen.